hebben Loes, Erwin van de ploeg, Peggy. Hebben we er een beetje zin in? Ja! Zo, dat gaat goed. Ja, wat kunnen de klanten straks, ook je medewerkers, echt gaan verwachten van deze nieuwe klus? Ja, fantastisch mooie winkel. Ik wil alle omwonenden ook bedanken. Kijk, staan op het balkon hier gewoon. Ja, ook voor het begrip en het geduld wat ze met ons hebben gehad. En ik ben super blij dat we nu gewoon weer winkel weer open kunnen draaien. En dat heel Leersum gewoon weer lekker in Leersum en Boskoops kan halen. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Wil je de microfoon? Of? Ja, oké. Okay. Dus ben een beetje lief voor elkaar. Heb ook vooral heel veel lol met elkaar. Help de klanten die iets niet kunnen vinden. Neem de tijd, maar heb heel veel lol met elkaar. Want ik heb iets voor jullie voor iets later moment. Maar om in ieder geval op jullie gemak nog een keer een lekkere borrel te kunnen drinken. En ik mag jullie deze waardecheck aanbieden namens Plus voor de personeelsbod. Dus die wil ik aan jullie overhandigen. Suus en Sylvie, dat zijn mijn dochters, die kunnen veel beter knippen. Die zien er veel beter uit dan normaal. 20. Mooie ontwikkeling, ook in deze tijd waar je het milieu sowieso en de producten uit de directe omgeving komen, tenminste ver uit Nederland. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling. En hoe vind je het geworden? Ja, prachtig gewoon, ja? Hè? Ja, het is echt ruim en overzichtelijk. Plussen. Oh ja, oké. Okay. Dat is ook handig om te weten. Want ook mocht ik het niet doen, inderdaad, dan kunnen we het op zo'n manier misschien nog oplossen. Oké. Okay. Nee, we hebben echt veel meer assortiment dan voorheen, daar zal je echt versteld staan. Het huismerk Plus is ook echt een heel sterk merk. We hebben de laagblijvers, dat zijn echt een aantal honderd producten die standaard lage prijs zijn, heel scherp in de markt. Ja, ik weet het niet exact het getal, maar ik heb het idee, volgens mij hebben we bijna 4000 artikelen meer dan voorheen. Dus dat is echt een forse uitbreiding. En vers is enorm uitgebreid. Hoe vindt u de winkel geworden? Fantastisch. Ik ben blij dat Albert Heijn weg is, laat ik dat eerlijk zeggen. Soms kan het ook te veel zijn, hè? Mooie winkel, ja? Echt heel mooi, ja. Zo Gerrit, wat heb je nou? Wij hebben in Leersum ook een hele moderne plus gekregen natuurlijk. En daar hebben ze ook zelf scankassen, Arie. Is je stress er nou een beetje af? Ja, er zat inderdaad stress op. Alle medewerkers moesten getraind worden voor de nieuwe formule. Er zijn andere systemen, andere producten. We moesten eigenlijk, wij mochten een week van tevoren de winkel in. Er stond veel druk op. Ook bouwtechnisch was er nog voldoende te doen. Maar nu zijn we geland en allemaal blij en trots. Dus ja, de stress is er vanaf. Ja. En nu kunnen we genieten. Dankjewel. Dat is een flinke bos. Eigenlijk wat je nog te goed had vanwege je inzet als vertegenwoordiger van de ondernemers in Leersum. Waar je ineens je hebt laten vervangen door Nico, maar door allerlei omstandigheden dat niet eerlijk kunnen geven. Ja, super. Ook een beetje voor de nieuwe winkel. Dankjewel. Wat vindt u van de winkel? Fantastisch. Ja, mooie winkel. Mooie winkel. Ja. Goed overzichtelijk, of niet? Overzichtelijk en bijenpaden.